Welkom bij Remea Visuele Instructies. Verwarmingssysteem ontluchten. Je verwarmingssysteem functioneert het best als het volledig ontlucht is. In deze korte instructievideo laten wij zien hoe je op eenvoudige wijze het verwarmingssysteem kunt ontluchten. Voor het ontluchten en bijvullen van het verwarmingssysteem heb je een doek, een ontluchtingssleuteltje en een vulslang met twee kraankoppelingen nodig. Draai de kranen van alle radiatoren volledig open. Zet de kamerthermostaat op maximaal. Wacht nu tot alle radiatoren warm zijn. Trek de stekker van de verwarmingsketel uit de wandcontactdoos. Wacht totdat de radiatoren koud aanvoelen. Dit kan even duren. Begin met het ontluchten. Werk daarbij van de benedenverdieping naar boven. Houd een doek bij het ontluchtingskraantje van de radiator en draai het kraantje langzaam met de sleutel open. Let op, het water kan nog warm zijn. Wacht totdat er een continu straaltje water uit het kraantje stroomt. Sluit het ontluchtingskraantje met de sleutel en ontlucht de resterende radiatoren op dezelfde manier. Steek de stekker van de verwarmingsketel weer in de wandcontactdoos. Let op, soms duurt het even voor een ketel weer werkt, omdat deze ketel een opstartprogramma doorloopt. Dit opstartprogramma is niet bij alle ketels aanwezig. Controleer na het ontluchten of de waterdruk in de installatie nog tussen de 1,5 en 2 bar ligt. Vul water bij als de waterdruk lager is dan 1,5 bar. Stel de kamerthermostaat terug op de gewenste waarde.